Dit is Team 1. Yo guys, Lesje hier in een nieuwe video. En vandaag is de eerste aflevering van Belgian Hypixel UHC seizoen 1. Dus zeker niet de derde keer dat we het opnemen, maakt niet uit. Vierde keer. We hebben hier Belgian Ranger als... Nee, Emile als... Belgian Ranger. Niet gebeurd. Jaren als... Als Jarin. Als ik ben Jarin. Ah, ja. We hebben hier Lucas als... Gaming teenager! Voilà, oké, autistisch. We hebben hier Simon, boeien niet wel. En dan hebben we hier Sander als Atlantia Games. Maar we gaan sowieso straks dus blijkbaar onze vierde poging al doen. Oké, dus ik stel voor... We zijn gewoon allemaal mislukt liggen. Nee, ik stel voor dat we al in teams gaan, dus dat we gewoon al joinen. Okay, en voor de derde keer, vierde. Iedereen vierde wil ik gaan verplaatsen. Ik weet nu al dat Simon het al eenmaal beus. Niet alleen Simon, ik bedoel, iedereen heeft toch keil zin. Nice, ze zijn fucking ver van de spawn. Nice. Oké, let's go. Oké, bomen hakken. Een keef voor onze neus geplaceerd. Ah, wauw, dus... Kom eens. Het is niet zo'n spectaculaire cave. Wauw. Dit is echt een epische cave. Ja, de cave is wel on point. Heeft er iemand al een crafting table? Nee. Nee, eigenlijk niet. Oké, ik ga die maken. Wel. Ja, ik had er alleen. Ja, oké, is goed. Alsjeblieft, achter. We zijn even nog een boom aan het unboxen. Hype is real. Hype is very real. Ik heb zo'n dikke stress dat we het weer gaan verneuken, maar... We zijn al... Oh, dat was vrij dichtbij. Heeft iemand dat gezien? Nee. Hier is wel een spectaculaire cave. Oké, laten we naar die spectaculaire cave gaan, want dat trok nu niet op zoveel. Dat was echt wel de prank van mijn leven. Harder dan de Snap King pranks en de Geo Mandy prank. Wow. Ja, pas op als je die sandstone blocks wegdoet, dat je... Dat die niet instort, hè. Maar ik snap echt niet hoe dat er eigenlijk mensen kunnen geweest zijn die geloofden dat dat real was. Heel dat Mandy gedoe. Ja, man. Dat was zo'n bullshit, jongen. Had je dat gezien? Die schade ook zo gebukt? Die welk? De schaduw van de cave. Ah ja, maar dat is altijd zo. Is dat niet... Dat is toch altijd een beetje in Minecraft. Als je er zo'n torens plaatst, dan is er alles. Oh. Jarin is held kwijt. Code rood. Echt? Sorry. Hoeveel? Ik ben geen ervaren Minecrafter. Help jongens, I need help! Hij was gekild door een zombie. Ja. En het geheld kwijt of niet? Ja. Oh, rip. 4,5. Maakt niet uit, we zijn maar noobs en moeren. Noob lives matter. Ja, ik stel voor dat we hier even een caveje starten. Oké, hier zit er al wat iron. Iemand die een stone pick heeft? Nee, wacht, ik zal snel een wooden ding maken. Zo. Daarmee kun je toch geen iron minen? Nee, wel, maar om daarna een stone mee te maken, snap je? Ah, Ik ga ook even die kolen wegminen. Ik had even mijn wooden peer gezien. En dan ga ik wat torsjes placeren. Placeren. Ik vind dat echt zo'n leuk woord. Hè. Echt, als er nu één enemy op mijn melk komt, ik ga echt... Ah, hier is inderdaad al redelijk wat iron. En het belangrijkste is dat je iedereen eerst een swordje maakt. En ik heb ook nog wat sugarcane opgepakt. 3, dus dat is net genoeg om blader te maken. En dan straks een boekje voor de hopelijk eventuele enchanting table die we gaan hebben. Zou wel leuk zijn. Het zou zeer leuk zijn. Ik ga heel even... Minen naar beneden, misschien kom ik in een nieuwe cave terecht. Zou wel, maar nooit op een blok staan als je het wegmaait, goed? Nee, tuurlijk niet. Het was tegen jaren, Martijn. Oeh, jongens, godverdomme. Ik was zelf bijna held verloren. Nipte ze, hé. Dan lag ik er niet mee. Oké. Ja, ik stel voor dat ik hier al een furnace maak. Ja. Zou wel leuk zijn. Ja, wanneer je het gaan plan om je comeback te maken op je kanaal? Of echt gewoon met deze serie? Belgian, Emile. Ik zal gewoon... Ja, ik ga gewoon mijn comeback maken vanaf dat ik weer deftig video's kan opnemen en niet meer zo krukel ben. Ah ja, zo. Oké, de iron is al aan het koken. Ik vind dat wel niet zo veilig met al dat zand hier, want dat kan elk moment in de storten, denk ik. Ja, dat bedoel ik dus. Ik denk dat ik daar nog een andere cave zie. Ik ga daar even kijken, goed.
Ik ben eigenlijk heel riskant aan het doen met andere hier. Ja, super riskant, oh, levensgevaarlijk. Ik heb 20 iron, so. Wacht, ik ga even de kevel dichtmaken en ik beval van. Nee, want die zullen die er gewoon altijd doorgaan, maar you never know, hè. Deze oh, fuck, is ook niemand is eten gaan halen. Tering. Dat besef ik mij nu pas. Ja, ik ga even een iron swortel maken en ik ga eten halen. Ik ga hier iron droppen. Ah, wacht even, wie de fuck heeft mijn iron gepakt? Oké, ik zie daar name tags. Ik weet niet of dat jullie dat zijn, volgens mij niet.